Hallo meisjes en jongens, goedemorgen dames en heren. Welkom bij de schooltelevisie-uitzending van vandaag. We gaan beginnen met de zesde aflevering uit de serie Kijk mij nou en de titel van vandaag is Meten en Wegen. Hallo daar. Zeg, ik heb vandaag niet zoveel tijd om met jullie te praten, hoor. Want ik moet nou toch echt eens flink gaan opschieten met dat boek van Annemiek. Ja, volgende week is ze al jarig en dan moet het af zijn. Zo, Marusha, Samir, wat zullen we er eens bij gaan maken? Om Wim, wat heb je daar? Oh, dat is een nieuwe trui. Hoe vind je hem? Een nieuwe trui? Wat is dat voor? Jij had dat toch alleen? Ja, maar die was al zo oud geworden. En het was een beetje koud vanmorgen. En toen dacht ik, nou, dat komt goed uit. Kan ik mijn nieuwe trui aandoen? Ja, het is koud. Ik wil ook een trui aan. Oeh, wat heb ik het koud. Ach, het is helemaal niet zo koud. Je wil gewoon een nieuwe trui, net als oom Wim. Maar dat hoeft niet, want je hebt al kleren. Maar Marusha, mensen willen toch niet altijd dezelfde kleren aan? Je wilt toch wel eens iets anders? Ik niet? En dan moet ik zeker allemaal kleren aantrekken om te kijken of ze staan en hoe ze passen. En allemaal gaan ze anders dicht met ritsluitingen en knopen en klittenband. Nee hoor, mijn jurk past precies. En al die drukkertjes van achteren zijn dicht. En zo hou ik het. Nou, in ieder geval moeten kinderen zo nu en dan wel nieuwe kleren hebben. Waarom? Omdat kinderen groeien. Die groeien uit hun kleren. Kijk. Op deze foto heeft Annemiek ook een nieuwe trui aan, omdat haar oude trui te klein geworden was. Te klein geworden? Worden kleren dan kleiner? Nee. Kinderen worden groter. Ze krijgen langere armen en benen en hun lijf wordt langer. En na een tijdje dan passen hun kleren niet meer. Daar zijn ze dan te groot voor geworden. Goh, ik geloof dat ik ook een beetje ben gegroeid. Kijk, mijn armen zijn langer geworden. Ze steken heel eind uit mijn blouse. En mijn broek, die is ook te klein, geloof ik. Ach, wij groeien toch niet? Wij zijn grote mensen en grote mensen groeien niet meer. Oh ja, dat is zo. Maar wil jij dan zo graag groeien, Samir? Als jij nog groter wordt, dan groei je het boek uit. Nee, ik hoef niet groter. Maar ik wil graag nieuwe kleren, net als de kinderen. Maar Samir, ik kan jouw broek nou heel goed tekenen. En ik weet niet of dat met een andere net zo goed gaat. Nou, laat mijn broek dan maar wel zo. Ik vind hem zelf ook wel mooi. Maar zo'n trui, als jij hebt, wil ik ook wel. Nou, goed dan. Ik zal het proberen. Maar ik doe mijn blouse aan vast uit. Nee, je moet je trui over je blouse aantrekken, net als oom Wim. Zo, klaar. Hoe vind je hem? Mooi, denk u wel. Hij past niet. Hij is te klein. Veel te klein. Ja, daar was ik al bang voor. Het is ook wel moeilijk hoor, om kleren te tekenen die precies passen. Eigenlijk moet je eerst de maat nemen. Wat is dat, de maat nemen? Dat is meten hoe groot iemand is. Ik zal het je voordoen. Kijk. Samir, die is zo breed. Ja, zo breed is Samir. Dan zet ik dat zo op het papier af. Zo. Nou moet de trui een beetje ruimer zitten, dus die moet ietsje breder worden. Zo. Nou. Nou gaan we eens kijken hoe lang die moet worden. Hij moet ongeveer zo lang worden. Ja, nou, dat zet ik ook op het papiertje af. Zo. En nou die lijnen trekken. Nou kan je precies zien hoe groot de trui moet worden. Nou wordt die goed. Oom Wim heeft je gemeten. Ja, zo
En zo. Zo breed en zo lang. Om Wim, ben je al bijna klaar? Ik wil er ook een beetje van die kleurtjes op. Ja, ik ben klaar. Alsjeblieft. Oh, die is mooi. Hoe staat hij mee? Mooi. Past ook goed bij je broek. Om Wim en ik, teken ook eens wat voor mij. En je wou geen nieuwe kleren? Nee. Nee, geen nieuwe jurk. Maar wel nieuwe schoenen. Ik wil ook wel eens wat anders. Nou, dat is goed, Marusha. Wat voor schoenen wil je? Hele mooie. Met van die dingen, je weet wel. Oh, niet van die hoge hakken, daar kan ik niet goed op lopen. En ook niet van die lagen, die vind ik niet mooi. Tja, ik weet niet wat dinges is, hoor. En hakken niet te hoog, niet te laag. Poepoe, een beetje ingewikkeld, hoor. Weet je wat? Ik teken gewoon schoenendozen, net als in de winkel. Daar zitten de schoenen in, dan kan je ze zelf uitzoeken. Dat is goed. Dan moeten we van mijn voeten ook de maat nemen. Dat is dan één hand en één... Twee, drie, vier vingers. Alsjeblieft, een heleboel schoenendozen. Nou, daar moet toch iets voor je bij zitten. Blijf maar zitten, Marusha. Ik geef je de schoenen aan. Even kijken. Eén hand, één, twee, drie, vier vingers. Ja. Precies goed. Probeer deze. Veel te groot. Eén hand en vier vingers. Je hebt niet goed gemeten. Jij hebt niet goed gemeten. Kijk, één hand, één, twee, drie, vier vingers. Ja, en mijn voet is één hand en één, twee, drie, vier vingers. Geef je schoen nog eens. Nee hoor, echt veel te groot. Hoe kan dat nou? Oh, ik zie het. Kijk, één hand, één, twee, drie, vier vingers. Nu moet je het ook doen. Oh ja, ik zie het. Jouw hand is veel groter dan de mijne. Nee, dat is niet de goede manier om te meten. Om de maat te nemen. Wat doen we nou? Ik weet het. Je neemt mijn oude schoen, die past precies. En dan kijk je of de nieuwe net zo groot zijn. Ja, geef maar. Marusha, er staat iets in. Kijk, wat is dat? 37. Dat is de maat. 37. Marusha heeft maat 37. Op de schoenendozen staat aan de buitenkant welke maat erin zit. Dus je hoeft de schoen niet te meten. Je kijkt gewoon naar de maat. Oh, dat is makkelijk. Even kijken. Ja. Deze. En die. Allebei nummer... Nummer? 37. Oh ja, 37. Nou, probeer deze. Ja. Past precies. En deze? Ja, die ook. Dat is ook mijn maat. Wat leuk, ik heb een maat. Ja. Alle mensen hebben maten. Voor kleren en voor schoenen. Wacht, ik heb nog wat foto's. Kijk. Deze mevrouw die gaat met haar dochtertje een nieuw jurkje kopen. Dan kijken ze in de klerenwinkel bij de goede maat van het dochtertje. De goede maten hangen altijd bij elkaar. Nou, dan zoeken ze een jurkje uit van de maat van het kindje. En dan gaan ze hem eens eventjes passen, hoor. Blup, over het hoofdje. En kijk eens. Ja, hoor, zie je, die past precies. En het is nog een mooie jurk ook nog. Oh, kijk. En deze moeder die gaat met haar zoontje schoenen kopen. Maar ja, dan moeten ze natuurlijk eerst de maat nemen van zijn voetjes. Kijk, dat gaat zo. Zo'n apparaatje, dat schuift die moeder tegen het jongetje zijn voetjes aan... en dan blijft hij staan op maat 31. Het jongetje heeft maat 31. Nou, dan gaan ze kijken bij alle schoenen in het rek van maat 31. En het jongetje vindt die schoenen met het rode en het blauwe streepje het mooiste. Nou, zegt die moeder, dan gaan we die toch even passen. En eens even kijken...
Ja hoor, maat 31, past precies. Oh, dat jongetje is wel hartstikke blij met zijn schoenen, zie je dat? Zie je? Voor iedereen is het een goede maat. Zeg maar, Roesje, heb jij nou al nieuwe schoenen uitgezocht? Ja, deze. Hoe vind je ze? Mooi, staan hier goed. Leuk, hè? Nieuwe kleren. Jij schoenen en ik een trui. De andere schoenen kunnen weg, hoor, Wim. Gooi ze het boek maar uit. Ja, doe maar, Samir. Nee, doe jij het maar. Ik heb al de hele tijd heen en weer gelopen met die dozen. Je hoeft helemaal niet heen en weer te lopen. Kijk maar. Dat kan ik niet dragen. Dat is veel te zwaar. Die stapel is net zo groot als ik. Niks aan. Omdat ik zo sterk ben. Zal ik jou eens optillen? Ken je dat? Ja hoor, kijk maar. Nee, Marusha, dat gaat niet. Samir is veel te zwaar. Maar die stapeldozen was toch net zo groot als Samir? En dat was niet te zwaar. Hoe kan het nou? Maar dingen die even groot zijn, zijn niet altijd even zwaar. Dat begrijp ik niet. Hier. Ik heb iets anders voor jullie getekend. Proberen jullie dat nou maar eens op te tillen. Neem jij die maar, Samir. Jouw armen zijn langer. Dan pak ik dat wel. We tillen tegelijk. Ja. 1, 2, 3. Oeh. Hoe kan het nou? Geef mij die doos, Samir. Helemaal niet zwaar. Dit is veel zwaarder en het is veel kleiner dan dat. Wat gek. Zijn kleine dingen zwaarder dan grote dingen? Proberen jullie dit nou eens. Wat denken jullie dat het zwaarst is? Ze zijn even groot. Dan zijn ze ook even zwaar. Nee, ze zijn niet even zwaar. Deze is zwaarder. Laat mij eens proberen. Dan moet je in elke hand 1 pak nemen. Dan kan je het het beste voelen. Dat heet wegen. Oh ja, deze is het zwaarst. Zo kan je heel goed wegen. Hoe komt het om, Wim, dat dingen die even groot zijn, niet even zwaar zijn? In dat ene pak zit suiker, en dat is nogal zwaar. En in het andere pak zitten watten, en dat is helemaal niet zwaar. En dat? Wat is dat? Dat is een gewicht. Dat is van ijzer. En ijzer is erg zwaar. Dat is nog zwaarder dan suiker. Wat is nog meer zwaar? Steen is erg zwaar. Een stapel stenen til je niet zo gemakkelijk op, hoor. Maar een stapel kranten bijvoorbeeld, dat gaat weer wel. En ik? Ben ik zwaar? Ja, hoor. Zwaarder dan Samir? Ach, Wim, nee, ik ben toch veel groter. Oh, Wim, teken dus iemand die zo groot is dat hij ons in zijn handen kan wegen, net als wij met de suiker en de watten? Nou, iemand die jullie in zijn handen kan nemen, die is te groot voor het boek. Maar ik weet wel iets beters. Ik wil ook eigenlijk niet iemand in het boek die mij in zijn hand kan pakken. Stel je voor dat hij te hard knijpt. Zo, dat is klaar. Hoe vinden jullie dat? Dat is een wip. Gaan jullie nu elk eens aan een kant zitten? Waar is dat goed voor? Nee, jullie moeten niet allebei aan dezelfde kant gaan zitten. Elk aan de andere kant. Nee, Samir. Samir aan de ene kant en Marusha aan de andere kant. Ik ben het zwaarste. Ik ga naar beneden. Net met die zak suiker. Toen ging mijn hand met de suiker ook naar beneden. Is dat zo? Gaat de zwaarste naar beneden? Ja hoor, probeer het maar met die doos en met dat gewicht. Neem jij het gewicht maar, dan pak ik de doos. Oh ja, het klopt. Het gewicht gaat naar beneden. Het is het zwaarste. Ik ging ook naar beneden.
Dus ik ben zwaarder dan jij. Mag ik het nog een keer proberen? Maar dan ga jij aan deze kant en ik aan die kant. En met de ruggen naar elkaar toe. Wat maakt dat nou uit? Zie je wel, we zijn even zwaar. Jij gaat niet meer naar beneden. Hoe kan dat nou? Daarnet was ik het zwaarste. Omdat ik me heel zwaar gemaakt heb, zo. Ik wist niet dat het kon, je zwaar maken. Zie je, het gaat niet. Wacht eens even. Sta maar op, Marusha, we zijn klaar met wegen. Ja, en we zijn even zwaar. Ik ben precies even zwaar als jij, met het gewicht erbij. Gefopt. Leuk, hè, wegen. Je hebt maten, bent gemeten. En die maten moet je weten. Anders moet je uren zoeken naar je schoenen en je broeken. Jij bent groot en ik ben klein. Wat leuk dat we verschillend zijn. Kijk mij nou, oh wat ben ik blij. Kijk mij nou, heel mijn lijf dat is van mij. Jouw lijf dat is van jou, dat lijf van jou, dat is van jou. Kijk mij nou, oh wat ben ik blij. Kijk mij nou, heel mijn lijf, dat is van mij. Schooltelevisie gaat om 10:30 verder met het programma Het Nationaal Socialisme in Duitsland van 1918 tot 1945. Tot die tijd laten we vrij entree van Henk Elsink horen en Kees Pruis.